Wat ik leuk vind aan deze kalender, eerlijk gezegd, is dat het ook weer een soort leuke prop is. Dus je kan hem ook echt in je woonkamer zetten. Het zijn wel veel doosjes. Even kijken hoor. De adventkalender bleek iets moeilijker in elkaar te zetten dan ik had verwacht. Was leuk om te doen. Ik had alleen wel een klein beetje het filmpje nodig van de website. En het is wel leuk. Het heeft lichtjes. Al de huisjes hebben we allemaal in elkaar staan zetten. Zoals je kan zien, dit is de adventkalender. Allemaal doosjes of huisjes. Het ziet er heel erg leuk uit. Dit is doosje nummer 1. Die ga ik lekker uitpakken. Kom je mee?